Ik heb een snor. Hey allemaal, leuk jullie kijken naar een nieuwe video. En vandaag heb ik voor jullie een unboxing video. En zoals je hierachter ziet heb ik heel wat pakketjes. En die ga ik vandaag voor jullie unboxen. Ik weet zelf echt niet wat er allemaal in zit. Het is voor mij ook een verrassing. Maar ik denk eigenlijk dat het vooral wat producten zijn van nieuwe collecties. Dus laten we even kijken. Ik begin met het kleine pakketje. En er staat natuurlijk geen afzender op, dus... Misschien moet ik een scherpe mes pakken. Nee, het gaat zo wel. Het gaat zo wel. Oké, dit is van... Oeh, kijk, het is make-up. Het is heel veel make-up. Het zou waarschijnlijk bijna allemaal make-up zijn. Maar dit is van Rimmel. De nieuwe kleuren Provocalypse. En eyeliner. Smoke and Shine Gel Liner in. In de kleur zwart. Ja, gel liner in paars. En wat is dit? Dit is een Provocalypse. Oh, mooie kleur. Hele mooie kleur. Moet je kijken. Wacht, ik swatch hem gelijk even. Oh, dit is echt mooi. Ik vind het echt een hele mooie kleur. Het is een beetje, ja... Best wel heavy roze of zo. Een beetje denken aan Valentijnsdag. Oh, dit is een doorzichtige. Ja, dat is een doorzichtige. Nummer 2 is een envelop. Oh, dit is een invite. Private invitation. Oh my god, check dit. Dit is eigenlijk een pakketje. Het brandalarm. Mama! Het brandalarm gaat af. En dit pakketje pak ik niet helemaal goed open. Lekker bezig, Jamie. Oh, dit is van de Body Shop. Een Italian Summer Vibe. Dit is een eau de toilette, dus het is een geurtje. Flacon. Oh, het is een hele zomerse geur. Oh, staat ook Summer Vibe. Beetje, hij is ook vrij kruidig. Ik vind hem lekker. Wel een beetje zoet, maar wel kruidig. Ik voel iets. Dit voelt echt wel een surprise. Een surprise. Sinterklaas. Wat is dit? Oh, dit is een blush volgens mij. Ja, een blush. Wow, die zag ik niet aankomen. Ja, ik zit onder de blush. Hij ruikt wel erg lekker, dus dat is minder erg. Even kijken, dit is een smeerbare blush. Ik doe hem dicht voordat ik mezelf helemaal onderklieder. Oh god, why? Kijk, mijn hele hand zit straks onder de zwartjes, jongens. Hij heeft een best wel dikke substantie. Je ziet hem hier heel licht. Ik heb hem een beetje uitgesmeerd. Het is wel een hele mooie blush. Hij heet... Cuban Watermelon. Een hele mooie verpakking trouwens. Heel mooi. Pearl Drops. Wat is dit nou weer? Oh, dat ken ik niet. Oh, dit is voor het bleek van je tanden. Voor thuisgebruik. Ik heb het wel iets van merk gehoord, maar ik heb dat voorbij zien komen. Schadende witte tanden, tanden witter. Wat moet je doen? Je moet een serum, er zit een serum in en een glansserum en een activatieserum. En die moet je op je tanden doen en dan moet je 30 seconden laten inwerken. Dan je mond af. 2 maal dagelijks behandeling, 7 dagen. Wow, 7 dagen is echt super kort. Oh, ik ben eigenlijk wel heel benieuwd of dit werkt of niet. Oh, dus laat gewoon even een reactie weten over wat voor artikel jullie graag allerliefst een review willen zien. Dat plaats ik altijd op mijn blog. Als jullie heel graag een keer een review in de vorm van de video willen, kan dat ook. Maar laat het gewoon even weten. Dan, ja, wie weet komt er wel een video over. Is Roche! Ja, die hebben altijd wel hele leuke dingen. En, oh, ze hebben en klapband en nietjes. Oh. Auw. Levensgevaarlijkheid. voedingssupplementen voor je, hoe heet het? Voor je haar en nagels. Dat die beter. En dit is een serum. Een pakketje van Art Deco. En Art Deco is een make-up merk. Oeh, dat altijd wel hele leuke producten heeft, vind ik zelf. Mystical Forest. Oh, dat ziet er wel echt een mooie foto. Volgens mij zijn het donkere kleuren. Oh, mooi, daar hou ik van. Ja, het zijn donkere kleuren. Oké, ik ga het pakketje openmaken. Ze hebben een high definition foundation.
Hele mooie verpakking trouwens. Ik vind dat Ardeek altijd hele mooie verpakkingen heeft. Twee nagellakjes. Echt super paarsachtige. En een bruin paarsachtige. Een oogschaduwpaletje met verschillende kleuren daarin. Lipbrush. Dit is een lipbrush. Dit is een lipproduct ook. Een lipgloss. Een beetje een oudroze kleur. Je ziet hem hier onder de onderste kleur. En zoals je ziet heeft hij ook wel een heel mooi pigment. Ik moet eerlijk toegeven dat ik over het algemeen over de producten van Art Deco echt super te spreken ben. Nog een lipstick. Het is een beetje ook een oudroze kleur. Beetje nude ook. Oh my god, deze is zo mooi. Een bordeauxrode kleur. En ik vind deze kleur echt prachtig. Oh nee, mooi dit. Oh my god, dit is echt mooi. Ik vind het een hele mooie kleur. Ik vind het voor dit weer nog iets te zomers, zeg maar. Dus in de herfst of zo wil ik het echt wel dragen. Oh my god. Een lip liner. Dit is een eye designer. Wat is dit nou weer? Oh, een long-lasting eyeliner. Kleine mini oogschaduwtjes erin zitten die ik dan zelf in dit paletje kan doen. Dat heeft Art Deco heel vaak. Dat je zo'n paletje kan kopen en dan kan je zelf dit soort oogschaduwtjes erin doen. Wat iemand eigenlijk ook altijd een beetje. Dit is een andere kleur. Dit is een wat lichtere blauwe kleur. Oh, hele mooie producten. Ik vind het echt een onwijs mooie collectie. Oh, wat is dit? Oh my god, het ziet echt lekker uit. Wat groot! Een Afrikaan Ximenia. Spreek ik het goed uit? Ximenia, het schijnt een boom te zijn. Ximenia scrub. Oh, dat ruikt heel lekker rijk. Oh, oh my god, love this. Oh, ik hou hier echt van. Ho, ho, ha, ha, ha. En een Japanese Camella cream. Ik weet echt niet of ik het wat uitspreek. Ik heb niet een Camella oil. Ik heb niet zoveel verstand van al die planten en bomen, dat zeg ik eerlijk. Meer Japanse geur. Meer een beetje dat kruidige, wat zoeter. Minder rijk in ieder geval. Dit is toch wel echt super leuk. Want Zenner komt met een Tangle Teaser. En de Tangle Teaser is echt zo'n fijn pan. En oh my god, hij ziet er best wel goed uit. Hij voelt ook best lekker. En hij kan. Oh, hij kan best goed, ja. Oh, fijn ding. Ik heb het idee dat de haartjes hier wel iets harder zijn, zeg maar. Bij Tangle Teaser zijn die haartjes, ja, of wat zijn dit? Niet echt haartjes, meer die rubberen dingetjes zijn ze wat flexibeler. Maar ik vind het tot nu toe, voor de paar seconden dat ik hem heb gebruikt, best wel een fijne kam. Oh my god. Dus mocht je het tot nu toe. Waarom plakt dit zo goed? Kijk, wat is dit? Ziet er wel leuk uit. Oh, dit is een mascara. Oh, maar ik gebruik de mascara. De Wake Me Up mascara van Rimmel. Het is een nieuwe mascara. Ik gebruik geen mascara en ik ook hem misschien nog aan iemand geven. Een reactie achter dat je deze mascara wilt hebben. Als je hem openmaakt, komen er allemaal bacteriën in. Oh my god, wacht, schijnt hij nog groen te zijn? En er zitten witte vitamine in een komkommer. Komkommer extract. En op het plaatje is hij dus groen, zeg maar. Het borsteltje, ik denk dat het borsteltje alleen groen is. Dat de mascara zelf wel gewoon zwart is. Ja, de mascara zelf is gewoon zwart, want Kate Moss staat op de foto en heeft zwarte wimpers. Dus hij is niet groen. Nou, als je wat hebt, laat gewoon even reactie achter. Dan, wie weet, ontvang jij hem in je postbus. Dan komen we aan met deze big ass. Oh, van Bob. Oh, godzien. Heetje, Mina. Oh my god. Ik wil niet weten wat het goed plezier is. Holy shit. My god. Ah, 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 een bodycare met Dove Derma Goodness 3. Daar zit een handcreme en een bodylotion in met een luxe toilettas. Oh jongens, er zit zoveel.
Een body lotion met zelfbruiner voor natuurlijke glans. Oh, vet. Dat is wel heel chill. En wat is dit? Eerst een body lotion met natuurlijke subtiele zelfbruiner. Oh, deze geeft een spa gevoel. Oh, wacht. Ze zijn hetzelfde. Oh, deze is voor medium tot donkere huid en deze is lichter tot medium huid. Wat een mooie verpakkingen. Oh my god. Dit is een body lotion met zijdezachte gel. Verbeter elasticiteit en stevigheid. Dat doet echt goed met die verpakkingen. Body cream voor een jonger ogen en veerkrachtige huid. Een body cream voor fluweelzachte, pure en gale huid. Dermatologische verzorging van Dove. Dus ze hebben nieuwe verzorgingsproducten. Oh, gossie, alles valt eruit. Ha, ik zit hier echt een beetje. We hebben een nieuwe technologie, een cell moisturizer technologie. Ik heb een snor. Dit is een body oil. En dit is ook een body oil. Deze is voor elasticiteit. En deze is voor een zachte huid. En dit is de handcreme. Body roll on. Oh, dit is een roller. Is er genoeg in dit? Nee? Oké, ik wil die roller los. Oh ja, dit geeft echt een lekker gevoel. Er komt een soort productje vrij. Een soort crèmetje. En het is wel echt... Oh, ruikt ook heel lekker. Oh, dat vind ik echt chill. En als laatste deze van Vaseline. Check die doos. Oh, oh, ziet er vet leuk uit. Kijk hoor. Een repairing serum. Ze hebben een nieuw serum. Deze. En het is, oh, ze hebben drie nieuwe serums. En ik heb dan die Advanced Relief. 10 euro zijn ze. Oh, lekker. Ruikt echt, het heeft echt een beetje die Vaseline Dove geur. Heel lekker. En het was het dan. Dat waren alle pakketjes. Ik hoop dat jullie deze unboxing video leuk vonden. Het is voor het eerst dat ik zoiets heb gedaan. En als jullie het vaker willen, laat het me even weten. Het is hier echt een troep, dus ik moet hier zo meteen echt even gaan opruimen. Oh my god. Doe een duimpje omhoog als je video leuk vond. Bedankt voor het kijken. Vergeet niet te abonneren, zodat je elke week op de hoogte blijft van een nieuwe video. En dan zie ik je snel weer. Doei!